Hallo, ik ben Thomas. Je kijkt naar Fiets voor de Shop Verteld. En vandaag gaan we het hebben over de werking van het Bosch Purion Display. De Bosch Purion Display is een mooi display wat aan de linkerkant van het stuur bevestigd is en goed te bedienen is door twee grote knoppen. Door het compacte design van het display ziet het stuur ook mooi en schoon uit. Dus niet een groot display in het midden, maar fijn aan de zijkant en makkelijk te bedienen. Dit display hoef je er dus niet af te halen als je hem neerzet of gewoon klaar bent met fietsen. Je zet het Purion Display aan met de knop aan de bovenkant. Hierdoor krijg je een goed overzicht te zien met alle functies. We hebben een kilometerstand, een eco-stand in dit geval, dus de ondersteuningsstand, en hoe vol de batterij nog is. Met de plus- en min-knop gaan we verder kijken met de standen. Toerstand, sportstand en turbostand. We hebben natuurlijk veel meer informatie op het schermpje zitten en die gaan we bedienen door de min-knop ingedrukt te houden. Hier zien we de tripstand. Deze kunnen wij resetten door de plus- en min-knop ingedrukt te houden. Dan hebben wij de totale afstand en uiteraard de range. En de range is bepalend in welke ondersteuningsstand die staat met hoe ver je nog kan fietsen. Dit is turbo. Dit is de sportstand. De toerstand. En de eco-stand. En mocht die op off staan, zien we natuurlijk helemaal niks. Ook hebben wij een walk assist op het Purion display zitten. Die zit aan de onderkant. Als we die indrukken en we houden de plus in, dan ondersteunt de fiets tot een kilometer of 6 als loopsnelheid. Je zet de verlichting aan door de plusknop 2 seconden ingedrukt te houden. En natuurlijk ook weer uit. Wil je zelf het Bosch Purion display ervaren? Kom gerust langs naar een van onze winkels en we gaan je alles uitleggen en de werking ervan. Ook zijn er natuurlijk hele mooie koffers te krijgen die zorgen dat hij beter beschermd is tegen krassen en vuil. Kortom, het Bosch Purion display is een compact display waar alle basisinformatie op te zien is en je makkelijk kan bedienen.